Ik geloof in een samenleving waarin we eerlijk delen. Ik geloof in een samenleving die gebouwd is op duurzaamheid. En waarin we omkijken naar elkaar. Dat zijn de waarden die mij iedere dag drijven in de politiek. En dat zijn de waarden die te grondslag liggen aan de plannen die ik in deze video aan jullie presenteer. Laten we beginnen bij het resultaat. Wat gaan onze plannen jou concreet opleveren? Laten we kijken over 4 jaar, aan het einde van de kabinetsperiode. Dan hebben we ervoor gezorgd dat meer mensen weer werk hebben gekregen. En dat veel meer mensen een vaste baan hebben. Dat we weer voor onze ouderen zorgen en dat het eigen risico is verdwenen. We hebben fossiele brandstoffen ingeruild voor duurzame energie. En de ongelijkheid is aanzienlijk verminderd. We zijn weer eerlijk gaan delen. Wat zijn onze plannen? 1. De afgelopen jaren is de ongelijkheid in Nederland alleen maar toegenomen. En dat wil ik stoppen. Daarom, als je nu op de armoedegrens leeft, over 4 jaar wat GroenLinks betreft niet meer. En heb je nu een modaal inkomen, dan ga je er flink op vooruit. Verdien je 2 keer modaal, dan ga je er ook flink op vooruit. Verdien je meer dan 2 keer modaal, dan ga je er ook op vooruit, maar minder. Wel zo eerlijk. 2. Patiënten hebben meer aandacht nodig. Mensen die in de zorg werken, willen meer aandacht kunnen geven. Daarom investeren we 2,1 miljard euro in betere zorg. We schaffen het eigen risico helemaal af. Het wordt nul. Maar we doen nog iets anders. Er gebeurt namelijk iets heel geks in Nederland. Je betaalt zorgpremie aan je zorgverzekeraar en je krijgt dan weer geld terug van de overheid. Dat gaan we veranderen. We maken het veel simpeler. Je betaalt een lagere premie aan je zorgverzekeraar, waardoor je de zorgtoeslag van de overheid niet meer nodig hebt. Wel zo simpel, wel zo eerlijk. 3. Investeren in onderwijs is investeren in de toekomst van onze samenleving. De afgelopen jaren zijn kansen in het onderwijs steeds minder geworden. En die trend die moeten we keren. GroenLinks investeert 2,8 miljard in het onderwijs. En we zorgen ervoor dat we afrekenen met de toetsgekte. 4. Het lijkt wel alsof de politiek de afgelopen 30 jaar onder een enorme steen heeft gezeten. En niks heeft gedaan om het klimaatprobleem terug te dringen. We moeten klimaatverandering aanpakken. We hebben het meest ambitieuze klimaatbeleid ooit. We zorgen ervoor dat het aandeel duurzame energie stijgt van een lousie 6% naar meer dan 60% in 2030. 5. Het belang van werk valt niet te onderschatten. In de plannen van GroenLinks komen er 100.000 banen bij. I love it. Dat doen wij door ervoor te zorgen dat het veel goedkoper wordt voor werkgevers om mensen in dienst te nemen. Maar we doen het ook door direct te investeren, zodat we meer handen aan het bed hebben. Meer docenten voor de klas en meer wijkagenten op straat. 6. We investeren in het beste openbaar vervoer, natuur, in een hogere AOW voor mensen met een klein pensioen. Meer investeringen in cultuur, meer investeringen in de GGZ, investeringen in cybersecurity, in ontwikkelingssamenwerking. Er komt gratis kinderopvang. Krijg het vaderschapsverlof. Jee, eindelijk. En dan nu de hamvraag. Hoe gaan we dit voor elkaar krijgen? Eigenlijk is het heel simpel. Alles wat we niet willen, maken we duurder. En alles wat we wel willen, maken we goedkoper. We verhogen de belasting op milieuvervuiling. En we pakken belastingontwijking aan. En we verlagen de belasting op werk en inkomen. Ja, groots is het. Maar het is zeker haalbaar. Nederland is een van de meest welvarende landen van de wereld. Vertel mij niet dat er geen geld is om te investeren in onze ouderen of onze kinderen in het onderwijs. Het gaat over het maken van keuzes. Dit zijn onze keuzes. En ik hoop ook dat het jouw keuzes zijn. Stem 15 maart GroenLinks.